Hey, welkom bij de nieuwe studenten budget special van René in de Keuken. In deze specials gaan we uit van 4 criteria, namelijk 1. Het moet budgetvriendelijk zijn. 2. Het moet lekker snel klaar zijn, want je wil natuurlijk niet te veel tijd in de keuken kwijt zijn. 3. Het moet gezond zijn. En 4. We gaan niet uit zakjes en pakjes koken, maar we maken het gewoon lekker zelf. Daarom maken we de voor mij ultieme studentenmaaltijd, namelijk pilaf met kip en perziken. Dat maakten we zelf altijd, ik denk wel wekelijks klaar toen ik zelf nog studeerde. En het is een lekkere, makkelijke, gezonde maaltijd die lekker snel klaar is. Oorspronkelijk komt het uit het Midden-Oosten, maar het is zo Nederlands dat het helemaal ingebeurd is. Hoewel, eigenlijk is het een beetje een vergeten gerecht. Ik denk dat een hoop van jullie het helemaal niet meer kennen. Dus aan mij de taak om het opnieuw op de kaart te zetten. Pilaf met kip en perziken. Nou ja, dat het super budgetvriendelijk is, zien we aan mijn boodschappenlijstje. We gebruiken namelijk voor de pilaf 500 gram kippendijen. Daar was ik 2,45 voor kwijt. Een pak basmati rijst van 1,45. Een blik gepelde tomaten van 45 cent. Een blik halve perziken van 1,29. Een zak puntpaprika's van 2 euro. Een uitje kost zo'n 10 cent. De chilisaus en de ketchup, ja, daar heb ik hele flessen van gekocht. Maar daar gebruik ik maar een beetje van. Ik heb wel het hele bedrag gerekend. Dus de chilisaus 89 cent. En de ketchup 1,19. En dan nog knoflook van 50 cent. Bij elkaar is dat 10,32 euro. Gedeeld door 4 personen. Want we koken voor 4 personen. Is dat 2,58 euro per persoon. Nou ja, wil je het nog wat budgetvriendelijker doen? Koop dan je spullen bij bijvoorbeeld een Turkse supermarkt. Dan ben je voor je kipdijfilet en Turkse paprika's ben je echt veel minder kwijt dan in de supermarkt. Dus even een tipje tussendoor. Ik ga eerst de kipdijfilets even in reepjes snijden. Dus om nog een keer als voorbeeld te geven, die kipdijfilet betaal je 4,90 euro voor een kilo bij de Turkse slager. Dus bij Albert Heijn betaal je er zeker het dubbele voor. Bestrooi de kipreepjes even met wat zout en peper. Gewoon witte peper. Ik ga ervan uit dat je sommige basisdingen gewoon in huis hebt, zoals peper en zout en ook paprikapoeder en kaneel gebruiken straks, maar dat zou je in huis hebben. Dus dat heb ik ook niet in mijn berekening meegenomen. Doe die zout en peper, rol het maar even zo'n beetje die kip door elkaar, zodat het een beetje verdeeld wordt. Giet een scheutje olie in de pan. Je kan een braadpan nemen, een wokpan, koekenpan, maakt mij niet uit. Wat je in huis hebt. Nou, verhit die zonnebloemolie maar eventjes lekker flink, want we gaan die kipdijfilet lekker snel even bruin en krokant bakken. Ik vind kipdijfilet daarvoor altijd beter geschikt dan kipfilet. Dat kan wel eens een beetje droog uitvallen. En kipdijfilet, omdat het ietsje vetter is, blijft lekker een beetje sappig en mals. We gaan eventjes... Dit gaan we even 10 minuten lekker bruin en krokant bakken. In de tussentijd zet ik hier een pan water op voor de rijst. Je kookt gewoon rijst voor het benodigde aantal personen. Ik ga uit van ongeveer 100 gram per persoon. Dus als je een pak koopt van 400 gram basmati rijst, heb je zeker genoeg. We snijden een uitje fijn. En ik pers 2 teentjes knoflook uit. Als je die kip hebt uitgebakken, zal je zien dat er vrij veel vet eruit komt. Ik giet het altijd even af, want we hebben niks aan dat overtollige vet. Dat hoef ik niet te gebruiken. Die hoef ik niet helemaal af te gieten, want we hebben nog wel iets nodig om de uitjes en de knoflook in te fruiten. Ik ga de kip even een beetje opzij. En
daar gaan we de ei even in bakken. En de knoflook. En we laten het een paar minuten fruiten. Voor de puntpaprika heb ik bij de Turkse supermarkt een zak rode puntpaprika's gekocht. En groene. Mocht je daar niet op aan kunnen komen, want die hebben ze niet altijd. Ik gebruik alleen maar rode, is ook goed. De puntpaprika's, die snij ik in ringen. Dan voel ik een volle theelepel paprikapoeder toe. En een halve theelepel kaneel. En dan ga ik er een blik gepelde tomaten in gooien. Maar die tomaten die wil ik eigenlijk in kleinere stukjes hebben. Nou ja, dan kan je natuurlijk een blik tomatenblokjes kopen. Dat was makkelijker geweest. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Dus wat ik nu even doe is die tomaten die... Nou, ik gewoon zo met mijn hand. Dit is fijn. En het gaat even wat gemakkelijk. Dat heb ik niet van mezelf hoor, van Jamie Oliver. Ik voeg een blokje kippenbouillon toe. Ik ook niet op mijn boodschappenlijst staan, maar ik neem aan dat je wel bouillon in huis hebt ook. En dan alle puntpaprika voegen toe. Doe het maar even erdoorheen. Nou, het ziet in ieder geval lekker gezellig en kleurrijk uit. En hoe meer kleuren van je groenten, hoe beter, hè? De kleuren van groenten die hebben ook een meerwaarde. Het is heel verstandig om dat een beetje af te wisselen. De ene keer gele groenten eten en rood en groen. En dat allemaal bij elkaar, dat is nog beter. Dan de perzik, die haal ik even uit het blik. Die snijden we even in iets kleinere stukjes zo meteen. En al die sap die je over hebt, die kan je gewoon bij het gerecht gooien. En erheen roeren. Nou, de perzik, daar snij ik even partjes van. Ik snij eigenlijk zo'n halve perzik, snij ik in drieën eigenlijk. Als je nou in het seizoen zit, in het zomerseizoen, is het natuurlijk ook heel lekker om verse perzik te gebruiken. Maar dan maak ik het wel iets minder snel natuurlijk, want die perzik krijg je die pit best moeilijk uit. Je moet ze gaan schillen en dat is bij een perzik nog wel eens een beetje lastig. Dus je zou het kunnen doen. Perziken roeren we er doorheen. Nou, om het allemaal een beetje pit te geven, roeien we een eetlepel sriracha doorheen. Sriracha is een Thaise chilisaus. Je kan ook gewoon een normale chilisaus nemen, maar ik vind dit wel lekker. En nog een scheutje ketchup manis. Roer het nou even door. Nou, laat het even een paar minuutjes pruttelen en dan is het wel klaar. Nou, dan schep je om te serveren, schep je gewoon lekker een paar scheppen van die geurige basmati rijst in een kommetje. Dan een lekker schep van die pilaf bovenop. Dat ziet er wel prachtig uit, vind je niet? Nou, en om te garneren
kan je als je wil, kan je wat blaadjes koriander erbij leggen. Of platte peterselie. Of bieslook. Wat jij maar wil. Zo, wat ziet dat er mooi uit, hè? Hoe kleurrijk is dat? Dat is echt een exotisch feestje in je kommetje. Nou, ik denk ook dat het, als het zo smaakt als het eruit ziet, is het vast wel lekker. Ja, dit doet me best wel weer denken aan vroeger. Echt goed gelukt. Dus het is zo'n tijd geleden dat ik dit gegeten heb. Dat is, ik denk wel 15 jaar geleden dat ik het heb gemaakt. Nou ja, het is nog steeds zo lekker. Ik zou zeggen, probeer het thuis ook uit. Het recept kun je vinden op travelandfoodblog.nl. Geef een duimpje omhoog. En wil je nou niks van mij missen? Abonneer je dan. Tot de volgende keer. Hoi!